Zeeland Refinery investeert 160 miljoen in Zeeland. Het is maandag 13 oktober. Dit is Zeeland Nu. Raffinaderij houdt stand waar andere bedrijven omvallen. Statenlid bedreigt met bommen en brandstichting. En Strandcross moet spectaculairder, vindt oud-winnaar. Dag dames en heren. Wereldwijd is moederbedrijf Total vol miljarden aan het saneren. Maar bij Zeeland Refinery in Vlissingen-Oost is het afgelopen jaar juist 160 miljoen euro geïnvesteerd. Een goed jaar dus voor het bedrijf dat ook nog eens een keer het 40-jarig jubileum viert. En bij Zeeland Refinery, daar staat verslaggeefster Anouk de Gardijn. Anouk, in een heel winderig Vlissingen-Oost. We hebben daar gezien dat Zalco omviel, Termfos. Maar Zeeland Refinery, die houdt zich prima staande. Hoe komt dat? Nou, hier zeggen ze dat komt omdat ze op tijd de goede keuzes gemaakt hebben. Zo is het afgelopen jaar de hydrocracker van het bedrijf flink vernieuwd. Nou, en een hydrocracker is eigenlijk het hart van een raffinaderij. En sinds die hier vernieuwd is, is het de grootste in zijn soort ter wereld. Ja, dat klinkt natuurlijk heel spectaculair. Wat hebben we daaraan in Zeeland? Nou ja, een bedrijf als Zeeland Refinery levert de regio natuurlijk veel werkgelegenheid op. Zo werken hier 400 man eigen personeel. Maar er zijn ook nog eens 8 bedrijven in de regio voor wie het bedrijf een belangrijke klant is. Heel veel werkgelegenheid, heel veel banen dus. Het bedrijf bestaat inmiddels al zo'n 40 jaar. En daardoor komt het zelfs voor dat er in één familie meerdere generaties bij de raffinaderij werken. Danny Volwerk is nog in opleiding als procesoperator bij Zeeland Refinery. Zijn vader, Peter Volwerk, werkt al 31 jaar bij het bedrijf. Ja, ik zag altijd hoe mijn vader het had en ja, ik wou dat graag ook. Het is een baan waarbij je veel vrije tijd hebt en je hebt veel zekerheid en dat wou ik ook graag hebben. Van mij had hij alles mogen worden, maar het is gewoon heel leuk dat hij dezelfde interesses dan kiest als dat je zelf hebt natuurlijk. Dat maakt het heel makkelijk om daar met z'n tweeën dan over te praten. Je komt elkaar eens tegen, je kan er thuis over praten. Het is makkelijk dat hij heel veel ervaring heeft als ik met vragen kom. Hij kan alles beantwoorden, dus het maakt het voor mij alleen maar makkelijker. Toen we allebei nog in de ploegendienst zaten, dan was het wel eens een nadeel dat hij in een andere shift zat als ik. En dan had hij nachtdienst op dagen dat ik weer de middagdienst had of vrij was. En dan moest ik zachtjes zijn voor hem en hij moest zachtjes zijn voor mij op een andere dag. Dat was wel eens een nadeel, maar daar konden wij goed mee leven, hoor. Vader en zoon Volwerk zijn niet de enigen die dankzij Zeeland Refinery aan het werk zijn. Zo is het bedrijf een belangrijke klant voor deze bloemist in Heinkesand. Een bedrijf als Zeeland Refinery is voor ons... Ja, genereert een heleboel werk voor ons hier. Bijvoorbeeld met deze, die zo'n wekelijkse vaas. Maar ook ja, allerlei festiviteiten binnen het bedrijf. Ik dacht vorig jaar ergens hebben we een hele leuke opdracht gehad van een kleine 8000 potroosje die we huis aan huis geleverd hebben. Een soort excuus namens Zeeland Refinery aan de bewoners voor stankoverlast, wat er toen geweest is. Dit resultaat... Kom straks bij Zeeland Refinery op de balie te staan. Ja, Zeeland Refinery houdt de regio dus al 40 jaar aan het werk. Anouk, kunnen we er nou vanuit gaan dat daar nog 40 jaar bij gaat komen? Nou, als we kijken naar de situatie bij moederbedrijf Total, ziet het er eigenlijk helemaal niet zo goed uit. Hè? Er wordt enorm bezuinigd, er zijn plannen om onderdelen af te stoten. Maar toen ik de directeur van Zeeland Refinery vroeg hoe groot de kans is dat zij hier één van die onderdelen zijn, antwoordden ze heel stellig. Nihil. Ik ga zo simpel antwoorden. We zijn een van de meest waardevolle... We zijn een klein bedrijf, dus we zijn niet... Het grootste bedrijf in de Totalgroep. We zijn een kleine raffinaderij, maar we zijn wel een van de meest waardevolle onderdelen van de Totalgroep. Ik antwoord met vertrouwen nihil. Ja. Zeeland Refinery blijft nog 40 jaar in Zeeland? Zeker in Zeeland. We gaan ze niet verhuizen, dat is zeker. En 40 jaar, ja. De 40 jaar is een heel lange horizon. We gaan vol vertrouwen de volgende periode in. En stap voor stap gaan we die toekomst blijven bouwen hier. Ja, Anouk, dat is wel een hele brede lach. Hè? De kans dat het misgaat is nihil. Dat ziet er dus heel goed uit. Ja, klopt. Directeur Nathalie de Munk heeft een enorm vertrouwen in de toekomst hier. Dankjewel, Anouk. Statenlid Frits de Kaart van de PvdA blijkt tijdens de statenvergadering van 6 juni een ernstige bedreiging te hebben ontvangen. Een onbekende bedreigde hem per mail in gebrekkig Nederlands. Wat werk jij bij een kankerpartij, die kutpartij van de arbeid? Dat is een allochtone partij, vuilig gereformeerd.
Jouw reputatie staat niet goed bekend en daarom neemt iedereen afstand van jou. Wij zullen u terugpakken, we doen een bom onder uw auto en we steken uw familie en huis in brand. De kaart uit Goes vermoedt dat de schrijver van de mail uit zijn directe omgeving komt, omdat er persoonlijke zaken aan de orde worden gesteld. Maar de PvdA is niet bang dat er iets gaat gebeuren. Tienisch wil ik nog gelijk onder mijn auto gaan kijken of er een bom ligt. Dat, zo erg ver ga ik ook weer niet. Dus het is inmiddels alweer een paar maanden geleden. Ik heb er dus niet echt nou slapeloze nachten van. Na de brief te hebben gekregen heeft de kaart op advies van de commissaris van de Koning Polman aangifte gedaan bij de politie. Een 58-jarige oplichter uit Sierhout-Arendskerken is in hoger beroep bij het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot 2 jaar cel. En daarnaast moet hij zijn slachtoffers een schadebedrag van ruim 90.000 euro terugbetalen. De oplichter was financieel tussenpersoon en fraudeerde bij het afsluiten van levens- en spaarkasverzekeringen. Veel gedupeerden kwamen er pas jaren later achter dat ze opgelicht waren. Van het gerechtshof mag de man de komende 5 jaar ook niet werken in de financiële sector. In zo'n 300 woningen van verhuurder RWS Goes wordt deze maand gratis een koolmonoxidemelder opgehangen. Deze huizen hebben nog een ouderwetse gaskachel of gijzer. En bij slecht onderhoud kunnen die koolmonoxide uitstoten. Jaarlijks overlijden in Nederland tientallen mensen door dit gas. Koolmonoxide, dat ruik je niet. Je ziet het niet, verzin het maar. Dus dan zou het een gevaarlijke situatie kunnen zijn. Dus die piep die gaat af en ja... 85 decibel, dat gaat door merg en been. Die hoor je wel. De melder slaat alarm zodra de concentratie van koolmonoxide in huis te hoog is. In de toekomst wil RWS alle oude kachels vervangen door centrale verwarming. Dat is hem. De Willy Brordestoren in Terneuzen is weer compleet. De torenspits en de bovenzijde van de toren zijn de afgelopen maanden gerestaureerd. Met even een beetje uitstel. We hebben hier gewoon met de faunawet eigenlijk te maken en dat houdt in dat er in deze toren heel veel gierzwaluwtjes zitten. En ja, die hebben ook op een gegeven moment een momentje voor zichzelf nodig om de eitjes weer uit te broeden, zeg maar. En dat is eigenlijk een bepaald tijdsbestek per jaar dat je sowieso geen werkzaamheden in kerk en toren mag uitvoeren, dus vandaar. De Willy Brordestoren is ruim een eeuw oud. De gemeente Terneuzen wilde de toren in de jaren 90 nog slopen, maar bewoners die protesteerden en zamelden geld in voor de opknapbeurt. Gisteravond stond hij voor het laatst voor zijn orkest. Chef-dirigent Johan Berkhemer neemt na 15 jaar afscheid van het Zeeuws Orkest. En dat valt hem zwaar. Johan Berkhemer. 15 jaar geleden trof hij het Zeeuws Orkest in verwarring aan, naar eigen zeggen. Er was geen structuur in het orkest. Het repertoire was saai en de zalen nagenoeg leeg. Ik ben geen opschepper, maar ik durf wel te zeggen dat sinds ik er ben de zalen vol zitten en dat de programmering leuk is en goed is. De artistieke commissie van het orkest, waar Berkhemer overigens ook deel van uitmaakt, vond het tijd voor een nieuwe dirigent. Nou ja, ik heb het zelf niet bedacht. In die zin had het voor mij niet gehoeven. Ik heb ook nooit een conflict gehad, er is nooit ruzie geweest. Er is altijd, al die 15 jaar is het spijs en vree. Kijk, het belangrijkste is dat het orkest blijft bestaan. Ja, en, dat is ook wel een zorg van je. Ja, natuurlijk is dat een zorg. Het zou echt heel erg jammer zijn, want dit is een uniek orkest. De enige semi-professionele orkest in het land. Het is nu een gevaarlijke tijd voor het orkest. Omdat het orkest in Den Bosch en in Maastricht, hè, dat is het Brabants Orkest en het Zuidelijk Orkest, gaan één worden. En die gaan ook Zeeland bedienen. Dus die nemen in feite een functie over van het Zeeuws Orkest. En dat ze dan nu besluiten voor een wisseling van de artistieke wacht, vind ik niet verstandig. Nee. Maar goed, ze zoeken het maar uit. Met pijn in het hart verlaat hij zijn Zeeuws Orkest. Maar hij hoopt vurig dat het zo goed blijft gaan. Wat ik wel erg hoop, is dat... Ik kom dan in het land en dan hoor ik mensen soms wel eens praten over het Zeeuws Orkest. En dan is met name die gloedvolle strijkersklank die ontwikkeld is, die is echt landelijk bekend. Dus ik hoop wel... Dat is wel jouw verdienst. Ja, ik hoop wel dat dat behouden blijft.
Het is voor mij een beetje pijnlijk om weg te gaan, maar wat eigenlijk overheerst is wat ik allemaal voor fantastische dingen heb meegemaakt. De strandcross in Vlissingen moet aantrekkelijker worden voor de coureurs om te rijden en voor het publiek om naar te kijken. Dat zegt de minister Rinus van der Ven uit Vlissingen. Hij is oud-winnaar van de strandcross. Dit weekend werd het evenement voor de 29ste keer gereden en ging de zegen naar Brian Bogers uit Eindhoven. Aangeschoven sportverslaggever Stefan Nijpjes. Stefan, het moet spectaculairder worden, zegt Van der Ven. Wat wil hij nou precies? Hij wil eigenlijk gewoon meer spektakel in de baan zien. Hij vindt dat er nu eigenlijk te veel vlakke stukken in het circuit zitten, waardoor het minder spectaculair is om naar te kijken. Als ze op dit systeem blijven als waar ze nu zitten, dat iedereen gewoon zijn mandjes rijdt, dan moet de baan gewoon een stuk moeilijker. Want nu is het gewoon, ja, niks met crossen te maken. Het is gewoon gas geven en remmen. En meer is het eigenlijk niet meer. Als je vroeger keek naar de baan, dan lagen de bulten in bochten omhoog naar beneden, gaten erin gegraven al voordat het begon. Dat was spektakel. Tegenwoordig is alles alleen maar vlak. Er liggen 3 bulten in heel de baan. En daar kom je nog niet op los, ook op die bulten. Ja, weinig spektakel toch als je staat te kijken. Rinus van der Ven doet zelf niet meer mee aan wedstrijden, maar is tegenwoordig als begeleider van zijn zusje Nancy aanwezig. Hij heeft zijn idee voor de strandcross al voorgelegd aan de organisatie. Heel toevallig was ik vrijdag aan het hardlopen en sprak ik de mensen van de organisatie, want die stonden hier op de boulevard eigenlijk allemaal bij elkaar. Toen legde ik dit een klein beetje voor. Toen was er één iemand die stemde daarmee in. Ook een oud rijder. Die zei, ja kijk, zoiets daar moeten we naartoe. En de rest begon eigenlijk al gelijk te brullen tegen me. Ja, jij weet niet hoe een organisatie het is en wat voor draaiboeken dat je moet maken. Dan denk ik bij mijn eigen, we hebben een jaar de tijd. Tijd zat toch? Want jij denkt dat het wel mogelijk moet zijn? Ik weet zeker dat het mogelijk is. In heel de wereld doen ze het en hier niet. Waarom hier niet en de rest wel? Ja, Stefan, je vindt het dus zelf niet spectaculair, hè? Rinus van der Ven. Wat vond jij ervan dit weekend, van het circuit? Nou, het was in ieder geval spannend om naar te kijken. En Van der Ven heeft wel een punt dat hij zegt dat er veel vlakke stukken in het circuit zitten. Maar dat houdt de toeschouwers in ieder geval niet weg, want het was bomvol op de boulevard. En dat was ook zeker spannend in de belangrijkste klassen. Laten we even kijken naar een paar hoogtepunten. De gecombineerde klassen bij de licentiehouders begint aan de tweede en laatste manche in de wetenschap dat Brian Bogers uit Eindhoven de leider naar de eerste manche is. Stefan Haag uit Goes komt het beste uit de starthek. Hij neemt de leiding en zal de wedstrijd afsluiten op de zesde plaats, beste Zeeuw bij de licentiehouders. Het wordt vooral een boeiend gevecht tussen de Fransman Adrien van Beveren en Brian Bogers, de 18-jarige Brabander. Van Beveren won dit jaar in Frankrijk de 3 uur durende strandcross Le Touquet. En Bogers reed nog nooit op het strand en passeert hier Van Beveren. En die inhaalmanoeuvre is genoeg voor de zegen. Brian Bogers dus, volgend jaar te bewonderen in het wereldkampioenschap. Zijn naam staat nu op de erelijst van de strandcross in Vlissingen. Hoe is er ondertussen gereageerd op het voorstel van Rinus van der Ven dat het allemaal wat groter, mooier en wilder moet? Nou ja, organisatie, daaruit proef ik een beetje dat zij niet heel veel met het voorstel van Rinus van der Ven gaan doen. Zeker omdat de voorzitter vindt dat het idee van Rinus van der Ven eigenlijk alleen geschikt is als er internationale toprijders aan meedoen. Wij rijden hier met regionale rijders en dat zijn niet allemaal topcrossers. En wat wij willen, dat het voor iedereen toegankelijk blijft, dat iedereen veilig zo'n rondje kan rijden. En we willen geen halsbrekende tour op het parcours hebben. Tenminste, dat is niet onze insteek als bestuur van MSV de uitlaat. We willen het voor iedereen leuk houden. Hij zegt bijvoorbeeld, ik mis eigenlijk de schansen, de bulten. Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk voor het publiek en zo. Maar zoals gezegd, ik heb liever een heel mooi evenement met minder schansen. En dat we geen ambulance of niks hier hebben, dat is voor mij veel belangrijker. Het is natuurlijk altijd mooi als er een beetje gesprongen wordt en gedaan. Nou is het in geval van de langzame rijders, wordt het wel gevaarlijker. Want als er iemand achter de bult ligt, je ziet het niet. En ja, het wordt gewoon echt heel zanderig achter de bult ook. Dus ja, dat is een risico die je neemt, maar het zou wel mooier zijn. En ook voor het publiek, denk ik. Stefan, je zei al veel bezoekers. Hoe is het evenement verder verlopen? Het is allemaal prima verlopen. Er zijn geen gekke dingen gebeurd. En dat is voor de organisatie in ieder geval heel belangrijk. Ik zou bijna zeggen op naar de volgende editie. Want volgend jaar bestaat de strandcross 30 jaar. Speciale dingen dan? Dat is nog een klein geheim. Daar gaan ze nog aan werken. Stefan, dank je wel. En zometeen na het nieuws in editie 2014 meer strandcross in Vlissingen. Deze foto vogels kregen we van J. Baas uit Vlissingen, terwijl Ria Brasser uit Oostsoeburg deze donkere wolken bij ritme opstuurde. Volop draaiende windmolens met af en toe een glimp van de zon.
Het was vandaag opnieuw een zachte herfstdag. Het was droog, 17 graden. Morgen dan laat de zon zich vaker zien en blijft het op een enkel buitje na ook weer droog. Maar later in de week dan neemt de bewolking en ook dan de kans op buien neemt toe. En tot zover deze Zeeland Nu. Zometeen, zoals gezegd, in editie 2014 meer aandacht voor de strandcross. Dit weekend in Vlissingen. En daarna ziet u ook nog het uitgebreide weerbericht voor Zeeland. Nog een hele fijne avond. Graag tot morgen.